19 oktober 1918 werd Kortrijk bevrijd. Om exact 10:50 in de voormiddag klom Beiaardier Vermeulen hier naar boven in het Belfort om de klokken van zijn bijaard te laten luiden. De bevrijding van de stad was niet zonder slag of stoot verlopen. Die laatste oorlogsdagen waren er nog heel wat slachtoffers gevallen. Julienne Bulkaert was 6 jaar oud toen de oorlog uitbrak. Ze woonde met haar ouders in de buurt van de Menepoort in Kortrijk. Die buurt was behoorlijk onveilig door de nabijheid van onder andere het tramstation en het vliegveld van Bissingham, die dikwijls doelwitten waren voor bombardementen. Toch bleef de familie Bulkaert aan de Menepoort wonen. Bij de doorbraak van de geallieerden in 1918 werd de situatie er echt gevaarlijk. De ouders van Julienne besloten om het huis te verlaten en te vluchten naar Heulen en daar bij de grootouders in te trekken. De Kortrijkse Bevrijdingsdag, 19 oktober 1918, was een dag om nooit meer te vergeten voor Julienne. In de vroege ochtend ontplofte er een obus in de onmiddellijke buurt van het huis van haar grootouders. Julienne, toen 10 jaar oud, werd aan haar linkerbeen getroffen. Engelse soldaten spalkten haar been. Ze werd overgebracht naar de Westhoek, naar het groot legerhospitaal Lausanne in Vinkum. Ze was er een van de jongste patiënten. In augustus 1919 mocht ze naar huis. De wonden hielden nooit helemaal. Zelfs op hoge leeftijd had Julienne nog steeds last van loskomende beensplinters.